Wij zijn de Oosterlingen, strijders van het land. Het is hier fucking heet. Echt. Ik zweet me kapot. Is lang geleden dat ik hier was. Ik zweet me kapot, jongen. Mijn chestplate af. Ik zweet me echt kapot. Een slokje water drinken. Oh, ik heb geen water. Ik heb alleen kip van Meiland meegenomen. Goed idee, Mike. Oké. Dennis, waar zit het? Ja, het zit daar verderop. Ja, weet je dat heel zeker? Ja, het staat op deze man. Hey, maar ja. Sven, vertel even. Of jullie hebben een begrafenis over van mij van begraven? Ja, we hebben jou begraven, ja. Oké, okay, en hoe was dat dan? Ja, het was een mooie begrafenis. Oh. Hallo. Je hebt een hele mooie steen gekregen, Mike. Oh, dat is zeker weten. Jezus. Dit is dan tweede keer dat ik dat oude in Nava zie. Ik snap niet dat jullie hier hebben kunnen wonen trouwens. Hey, ik ben hier nog nooit geweest. Wow, wat? Koning Sma, weet je dit nog? Hier was de koninginnentempel. Ik zie een gat. Waar? Wat? Waar nu dat gat is. Wat is dit voor gat? Wacht even, jongens, wacht even. Dus dit is de locatie waar jij het over hebt? Ja. Gast, je hebt hier de Goblin Slayer. Heb je hier de Goblin Slayer? Dat is niet, nee, je ziet het niet precies als hier dus de oude wiep in gaat. Daar heb je ergens een tempel verstopt en dan heb je allemaal puzzels en alles. Oké, maar wacht even. We zitten hier in een gevaarlijk gebied. Ik ben blij dat Bor ons niet gezien heeft en andere zuidelijke staten. Maar jij weet dus zeker dat als wij hier naar beneden gaan dat wij niet doodgaan? Ja, dat weet ik zeker. Sowieso dus, Oké. Ik neem aan dat jij dus meegaat nu, hè? Nee, ik ga niet mee. Wat? Ja, hallo? Hoezo ga jij niet mee? Jij gaat mee. Jij moet er wel met erin gaan. Wat is dat voor toon dan? Idioot. Wat vertel jij me nou dan? Hallo? Ja. Raadgever Dennis, luister even goed. Jij hoort mee te gaan. Nee, ik ga niet mee. Hoezo ga je niet mee? Dat zoek je maar uit en dan kom je vanzelf erachter in die gangen. Wat is jouw probleem, Dennis? Wat is dat nou met jou de laatste tijd? Ja, maar wat is dat met jou de laatste tijd? Ik weet jouw toon staat niet aan, de laatste tijd. Ik heb je toon niet tegen mij aanzetten laten. Mijn toon staat je niet aan? Ik ben je koning, raadgever Dennis! En ik kan... Zes slaan weg! Doe ik hem maar lekker uit met jullie, met die... Rot maar op! Ik wil je nooit meer zien! Ja, ik jullie ook niet meer. Wij gaan hier naar onderen. God. Wat is er nou met die gozer de laatste tijd? Je spoor niet. Wacht, ik doe wel weer hier mijn armen voor de rest aan, want... Ja, doe maar even. Oké, hoe gaan we... Wat is dat nou met hem de laatste tijd? En hoe gaan we hier naar binnen komen? Nou, we springen gewoon. Is dit hoe hij zich heeft gedragen de laatste tijd dat ik weg was? Ja joh, het is... Iedereen is gewoon gek aan het worden door die burgeroorlog, joh. Ik heb ook gehoord dat... Ik volg Sven wel. Oké, nou, ik spring naar beneden. Dat Dennis ons aanwijst waar het is. Wacht even. Water. Nee, want... Dennis weet waar die Goblin Slayer ligt, maar waar we nu in zitten is een of ander kapot gat. Ja. Jezus. Hoe komen we... Waar vinden we ooit dan... Dit is toch allemaal kapot? Hier is een ladder. Een ladder? Een ladder? Waar? Ja, helemaal onder. Jongens. En dan gaan we... Oké, ik gok dat we erin gaan. Heen gaan. Wat is dit? Wat is dat daar? Sven, zie je al wat? Ja, zand. Zand. What the fuck? Wat is dit? Er is al zand hier! Hoe kom je uit, joh? ik heb hier een plekje, wat minder. Oh, dat is thuiszand, jongen! Oké, jongens, we moeten even hier een... Dit is allemaal kapot! Ik weet niet wat Dennis ons naartoe brengt! Maar ik heb eerlijk gezegd een beetje het idee dat Dennis aan de verkeerde kant aan het gaan is. Het ziet er inderdaad uit alsof het niet te vertrouwen is. Hé, hey Mike! Leg je die onder? Wat, eronder? Ik ben alweer bovenop. Zoveel stuifzand, jongens, dat is niet normaal. Ik word helemaal gek van dat zand, jongens. Hebben jullie al een uitweg gevonden? Ik zie hier iets. Ja, wat zie je dan? Wacht, ik ga naar beneden. Wow. What the fuck is dit? Wat is dit dan? Wat is dit, jongens? Ik zie daar het oude logo van. Oké, jongens, even stil. Het oude logo van je Nava. Maar dit heb ik nog nooit gezien. What the fuck is dit? Jullie herkennen dit natuurlijk ook niet. Jullie zijn nog nooit hier geweest, maar... Oké, laten we even dit bespreken. Want Dennis, die brengt ons dus naar de koning en koninginnentempel.
Maar die is dus kapot. Maar hieronder, dat heb ik nog nooit gezien. Ja, wat is het mes? Maar het loopt ook dood, joh. Volgens mij, dit moet niet groot zijn. Dit zou sowieso klein moeten zijn. Die... Ja, ik heb het nog nooit gezien, joh. Kijk hoe hoog het plafond is, joh. Wat is dit nou? Volgens mij is dit een poort, joh. Jongens, ga even zoeken of je misschien iets kan vinden. Ja, waar dan? Open. Ja, ga even naar dat achterstuk. Misschien ligt daar iets verborgen of zo. Want ik bedoel... In de bibliotheek? Ja, ik weet niet. Ja, ik zag wel allemaal boeken daar inderdaad. Ga even daar kijken. Misschien kan je daar een lever vinden of zo. Die Dennis. Ik snap echt niet waarom hij ook al dit doet. Dennis is zo'n trouw persoon. Ik vertrouwde hem dat hij gewoon nog steeds in die burgeroorlog bij onze kant zou blijven. Maar Dennis gaat nu ook al zijn eigen pad. Ik snap het niet, want misschien is het wel achter deze poort allemaal gevaarlijk. Misschien gaan we... Ik hoop niet dat dit onze dood is. Nou, hopelijk kunnen ze wat vinden daar. Zodat we überhaupt dat ding open krijgen. Het is nu of nooit. Dit is de stap die we moeten gaan maken om die burgeroorlog ten einde te brengen. Zodat we ons weer kunnen concentreren op het... Ja! Ik heb het gevonden. Wat heb je gevonden? Heb je een liever gevonden? Ja. Ja. Jongens. Maak jullie klaar voor een gevecht. Want jullie weten niet wat erachter zit. En ja, ik weet het ook niet. Hier maar neer. Oké, jongens. We gaan... Ik heb er nog een over. Oké. Nog iets naar achter, alsjeblieft. Nog iets naar achter. Gaat nu open. Open dat ding! Wat? Wat is dat? Wow. What the fuck? What? Oh, wie is daar? Wie is daar? Jongens, blijf op afstand. Blijf op afstand. What the fuck is dit? Hoe groot is dit? Hoe groot is dit dan? Hoe kan dit? Ik dacht dat het een museum was. Jongens, zagen jullie daar ook iemand of lag het aan mij? Huh? Een spoken? Oh, dit is enorm, jongens. Hoe kan het? Je nava is nog nooit zo groot geweest. Ik heb dit nog nooit gezien. Maar wat is dit ook allemaal? Loop eens mee. Huh? Een gold... Huh? Het lijken wel allemaal... Lijken allemaal gangen, joh. Hallo? Hallo? Is er iemand? Huh? Hallo? Ik hoor helemaal niks, joh. Oh, ik zag weer iemand. Hallo? Wie is daar? Ik hoor alleen vleermuizen en zo, joh. Huh? Jongens, hier is de gang open. Ja. Oh. Hoi. Moeten we dit wat doen, jongens? Ik weet niet. Is het reëel dat hier die goblins ligt? Misschien is het zo. Ik hoor allemaal vage geluiden, jongens. Oh, laten we het doen. Oké, we gaan hier naar binnen. Volgens mij heb ik ook bekeken, man. Ja, ik heb ook het gevoel dat ik bekeken word van alle kanten. Ja. Wow, wat is dit dan? Skeleton daar, jongens. Hou je wapens erbij. Oké, volgens mij zit daar een skeleton, jongens. We gaan het proberen te doden. Ja. Jongens, ik weet niet wat dit is, maar... Dit ziet er echt gevaarlijk uit. Horen jullie dat? Horen jullie ook... Ben ik gek aan het worden of horen jullie ook die geluiden? Ja, tuurlijk. Ja. Wat de hel is dit? Fuck. Die hal die is gewoon enorm. En volgens mij zit hier een skeleton. Pak aan. Ik ben één keer van mijn eiland af en kijk waar ik ben. Ja. Voor mij had ik beter kunnen blijven op mijn eilandje. Wow, wat is dit dan? Wat zit daar? Ik zie een... Je hebt twee sleutels nodig om deze kamer te betreden. We zitten toch niet in een of andere... Volgens mij... Oké. Ik heb hiervan gehoord, jongens. Ik heb hiervan gehoord. Volgens mij is dit de hal... van Kalaria.
Wij zijn de Oosterlingen, strijders van het land.